Palloni nella parte posteriore della cabina, 4 uscite di sicurezza al centro della cabina e 2 portelloni nella parte anteriore. Le luci poste sul pavimento vi guideranno verso una delle uscite. Cercate di localizzare l'uscita a voi più vicina. Non dimenticate che l'uscita più vicina potrebbe essere dietro di voi. Nell'improbabile eventualità di dover utilizzare la scivola di emergenza, lasciate a bordo tutti i bagagli a mano. Le vostre cinture di sicurezza possono essere allacciate, regolate e sganciate come il personale di bordo vi mostrerà brevemente. Quando le spie delle cinture sono illuminate, dovete tornare al vostro posto e allacciare le cinture. In caso di turbolenze impreviste, vi raccomandiamo di tenere sempre le cinture allacciate quando siete seduti. Se dovesse verificarsi un problema nel sistema di aerazione, vi verrà fornito ossigeno. Le maschere scenderanno dal pannello sopra di voi. Restate seduti e tirate la maschera verso di voi. Questa inizierà ad erogare ossigeno. Mettete la maschera sul naso e sulla bocca e respirate normalmente. Servitevi dell'elastico per tenerla ferma nella giusta posizione. Ricordate di indossare la vostra maschera prima di aiutare gli altri con la loro. Sotto ogni sedile è presente un giubbotto di salvataggio. In caso di atterraggio su acqua e solo su indicazione del personale di bordo, prendetelo e posizionatelo sul carro. Fate passare i nastri attorno alla vita e agganciateli tra loro. Per regolarli, tirate l'apposita linguetta. Non gonfiate il giubbotto di salvataggio all'interno dell'aereo. Una volta usciti dall'aereo, gonfiatelo tirando l'apposita levetta. Se il giubbotto di salvataggio non si gonfia o necessita di essere ulteriormente gonfiato, potete soffiare nel tubo. Avete a disposizione anche una torcia e un fischietto per attirare l'attenzione. Ricordate di non gonfiare il giubbotto di salvataggio finché non sarete fuori dall'aereo. Disponiamo anche di culle di salvataggio per i neonati. Siete ora pregati di assicurarvi che il vostro schienale sia in posizione verticale, il tavolino chiuso, i braccioli del sedile in posizione orizzontale e la cintura allacciata. Vi preghiamo infine di effettuare un ulteriore controllo per verificare che tutti i telefoni cellulari e qualsiasi altro apparecchio elettrico siano spenti. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo un piacevole volo con EasyJet. Van de cabine, 4 raamuitgangen in het midden van de cabine en 2 deuren aan de voorkant. De verlichting aan de grond wijst u de weg naar een nooduitgang. Neem even de tijd om de dichtstbijzijnde uitgang te bepalen en vergeet niet dat de dichtstbijzijnde bruikbare uitgang ook achter u kan liggen. In het uitzonderlijke geval dat een noodglijbaan wordt ingezet, dient u alle handbagage aan boord achter te laten. Uw veiligheidsgordel kan worden vastgemaakt, aangepast en geopend. Het cabinepersoneel zal zo dadelijk een demonstratie geven.
Als het seatbeltteken brandt, dient u terug te keren naar uw stoel en uw veiligheidsgordel om te doen. Wij raden u aan om uw gordel altijd om te doen als u op uw plaats zit, voor het geval er onverwachte turbulentie optreedt. Als er een storing in de luchttoevoer zou ontstaan, wordt u met zuurstof verzorgd. De zuurstofmaskers komen in een dergelijk geval uit de panelen boven u naar beneden. Blijf zitten en trek een masker naar u toe. Hierdoor wordt de zuurstoftoevoer geactiveerd. Plaats het masker over uw neus en mond en adem normaal. Gebruik de elastische band om het masker op zijn plaats te houden. Doe eerst zelf een masker om voordat u anderen met het omdoen van de maskers helpt. Een reddingsvest bevindt zich onder uw stoel. U mag het vest alleen pakken en over uw hoofd trekken in geval van een landing op water of als het cabinepersoneel u hierom vraagt. Sla de banden rond uw middel en klik ze vast. Trek aan de band om deze aan te passen. U mag het reddingsvest niet aan boord van het vliegtuig opblazen. Als u buiten bent, blaast u het vest op door aan de pin te trekken. Als het reddingsvest niet wordt opgeblazen of harder moet worden opgeblazen, blaast u in het tuitje. Het reddingsvest is voorzien van een lamp en een fluit om aandacht te trekken. Let op! U mag het reddingsvest pas buiten het vliegtuig opblazen. Het vliegtuig is ook uitgerust met reddingswiegjes voor baby's. Controleer nu of uw stoelrug rechtop staat, uw tafeltje is ingeklapt, uw armsteunen omlaag zijn en uw gordel vastzit. Controleert u alstublieft ook of uw mobiele telefoon en overige elektronische apparatuur is uitgeschakeld. Wij danken u voor uw aandacht en wensen u een prettige vlucht met EasyJet. Siete seduti. I servizi igienici si trovano
lavoro non è consentito fumare. Il personale di bordo passerà a breve in cabina per darvi la possibilità di acquistare cibo e bevande dal carrello, nonché una vasta gamma di articoli da regalo. Troverete i dettagli di tutti i prodotti disponibili nella tasca del sedile davanti a voi. Ora rilassatevi e godetevi il volo. Se avete bisogno di ulteriore assistenza da parte del personale di bordo, siete pregati di premere il campanello sul pannello sopra il vostro sedile. Dames en heren, zolang het seatbeltteken brandt, vragen wij u vriendelijk om met de gordel om op uw plaats te blijven totdat het teken uitgaat. Wij raden u aan om uw gordel altijd om te doen als u op uw plaats zit. U vindt de toiletten aan de voor- en achterkant van de cabine. Wij willen u eraan herinneren dat roken tijdens deze vlucht niet is toegestaan. Het cabinepersoneel zal zo dadelijk langskomen met de kiosk, waar u eten, drinken en een uitgebreid assortiment cadeaus kunt kopen. Uitgebreide informatie over alle producten vindt u in het slot van voren. Wij wensen u een prettige vlucht. Drukt u alsjeblieft op de bel boven uw hoofd als u het cabinepersoneel nodig hebt.